Goedemorgen, Westland, omstreken of desnoods kom maar uit Friesland als je dit kijkt. Dat kan natuurlijk ook gewoon. Hey, vandaag hebben we weer een puiktrainingje op de planning staan met Jeroen en Timo. Nou, mocht je nou denken van joh, ik wil lekker gaan gas geven, dan volg je Jeroens tempootje vandaag. En als je nou even niet weet wat het ook alweer was, dan kijk je ook naar Jeroen en dan zie je gewoon perfect hoe de oefeningen werken. Wat we gaan doen zijn tabataatjes, 20 seconden werken met de oefening en daarna heb je 10 seconden rust. Dat doen we in totaal 8 keer, waarin we 2 oefeningen gebruiken. Dus de eerste 20 seconden doe je een oefening, 10 seconden rust, tweede oefening, dan weer de eerste, dan weer tweede, dan weer de eerste, dan weer tweede. Totdat we 4 minuutjes verder zijn en na 4 minuutjes gaan we door naar 2 nieuwe oefeningen. Uit de kunst, maar eerst warming up. Boom, let's go. Mag je beginnen met jump jacks op de plaats of door je huis heen springen, dat mag natuurlijk ook. In principe maakt het niet heel veel uit. Moet je even je gordijnen dicht doen, anders word je... Misschien wel aangeven, komen ze je halen. Eerst even een beetje weer dat lichaam een beetje warm maken. Oh, lekker hoor. Even kijken wat we allemaal kunnen doen op deze vroege ochtend of late avond. Dat ligt natuurlijk een beetje aan wanneer je dit aanzet. Super. Kijk, een beetje dat bloed rond laten draaien, pompen. Hartslag een beetje omhoog. Een beetje beweging erin. 3, 2 en yes, mag je je voeten op squatbreedte zetten, mag je doorzakken in een hele diepe en ontspannen squat. Nou, lekker relaxed, een beetje ruimte maken. We gaan straks ook wat squatjes doen, squat holds vooral. En een beetje de beentjes een beetje opwarmen. Mag je een beetje van links naar rechts rollen en van voor naar achter. Van voor naar achter en dan weer van links naar rechts. Kijk, dit gaat perfect. Niks aan de hand. Yes, mag je je voeten beet pakken en dan mag je, daarna mag je je billen omhoog duwen. En daarmee gaan zitten in een squat. En dat mag je gewoon een paar keer herhalen. Dan op. En ja, even een beetje die stretch in je hamstrings. Kijken of je dat knakje uit je knieën kan krijgen. Denk het niet. Ja, zolang het geen pijn doet je knak. Dan breekt het niet, dan gaat het gewoon goed. Als je dan een keer pijn doet en je knieschijf staat aan de andere kant, dan heb je misschien een klein probleem. Maar eerst even de workout wat maken. 3, 2 en yes, gaan we verder met jump jacks. Let's go! Nou, gelukkig wordt het weer steeds beter, dus je zou de tv een keertje kunnen verplaatsen naar buiten. Dan kun je lekker in de frisse buitenlucht in de zon 's ochtends je workout doen. Moet ook niet te hard de muziek aanzetten voor de buren. Ik krijg daar klaar over. Zeg ja, team is de schuld. Die zei dat je naar buiten moest. Niet waar. Heb je het warm, jongen? Zeker. Goeie zaak. 3, 2, yes, gaan we verder met een walk-out. Dan mag je op je handen, mag je naar voren lopen. En dan loop je weer terug. En dat doe je rustig en gecontroleerd. Nou, blijf wel goed die buik aanspannen en die billen en die rug, zodat je natuurlijk wel net de rechte houding krijgt. Hè. Probeer dat allemaal zo recht mogelijk te zetten. En niet te grote stapjes zetten met die handen. Je mag best wel een beetje wat spanning op die schouders en op die polsen krijgen. We gaan ook wat push-ups doen vandaag. Dus dat mag ook wel een beetje opgewarmd worden. Mag je dat nog 10 seconden doen, dus kun je maar nog één herhaling maken. Een mooie, rustige, langzame herhaling. Drie, twee, één. Yes, en jump jacks. Let's go. Ik heb meteen een nummertje in mijn hoofd zitten. Goeie zaak. Super. Kijk, dat ziet er goed uit. Nog 3, 2, 1. Yes, mag je liggen op je rug. En dan gaan we starten met wat sit-ups. Gewoon normale sit-ups. Dus tik achter je hoofd aan en tik weer voor je voet aan. Even een klein beetje de beweging opwarmen voor de buikspiertjes die we straks gaan doen. Zodat we alles een beetje opgewarmd hebben. Dan kunnen we lekker snel gaan starten. Mocht je nou denken van joh, die warming-up die is te kort, ik ben nog niet helemaal warm, dan doe je ook
spoel je me terug, begin je weer opnieuw. Of je zet me op pauze, je rent even 500 meter rondjes door de wijk. 3, 2, 1. En mogen jullie komen staan en weer jump jacks. Let's go. Laatste keer jump jacks. En daarna gaan we lekker beginnen. Dat gaat uit de kunst hebben. Uit de kunst. Meegaan. Ik doe ook nog een beetje mee. Het is niet heel warm hier namelijk binnen. 3, 2, 1. En rust. Oké, gaan we beginnen met de rondjes. Nou, de rondjes blijven achter elkaar doorlopen. Er zit niet extra rust tussen de rondjes door. Want je hebt namelijk iedere keer 10 seconden rust. Dan draai je 32 rondjes. Dus dat zijn 310 seconden rust in totaal. En dat is veel. Oké, waar we mee gaan beginnen is de wall sit of een squat hold. Mocht je geen muur ter beschikking hebben. Wat je doet, je gaat gewoon eigenlijk staan in een squat. Of tegen de muur aanleunend. Of los van de muur. 90 graden en zo blijf je 20 seconden staan. Nou, daarna heb je 10 seconden rust. En dan gaan we naar de spieken squat stand lunges. Dus dat is ook weer in de squat staand. Alleen dan stap je in een lunge, stap je naar achter. Boom. En dan blijf je in de squat staan. Dan heb je 10 seconden rust. Dan ga je weer naar de wall sit. 10 seconden rust. Squat stand lunges. Enzovoort, 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 enzovoort. Totdat ik weer een nieuwe geef. Klaar voor? Yes. Jeroen, die zit er vast. Ik zat al. 3. Oh wacht, 10 seconden. Ha, geintje. Hoppakee, geluid aan. Gaan we starten in 3, 2, en go! Lekker hoor. Kijk, dit is even een goed opwarmetje. Kun je nou even je bakje opdrinken ook als je die hebt gezet. Kun je lekker even zitten. Lekker hoor. Lekker, kijk. Nou, let natuurlijk wel op dat je je benen in een 90 graden hoek houdt. Zo, een soort van. Is het 90. 3, 2 en rust. Zodat je goed die spanning op die bovenbeentjes houdt. Gaan we naar de squat stand lunges. Dus mag je weer in die squat stand. 3, 2 en start maar. En start naar achter. Nou. Probeer die heupjes lekker op die 90 graden te houden zoals je ziet bij Jeroen. Houdt hij ook zijn borst op en zijn core aangespannen. Dus de buik en de rug zijn op spanning. Nog 3, 2 en rust. Gaan we weer door naar de wall sit. Of de squat hold als je geen muur om je heen hebt. 3, 2, 1 en let's go. Dat is, mocht het namelijk in het geval zijn dat je je tv nu naar buiten hebt verplaatst, dan zou het misschien kunnen dat je natuurlijk geen muur hebt. Maar anders als je binnen staat, ga ik er wel redelijk vanuit dat je een wall sit kan doen. Denk ik. Tenzij je. Hele mooie geverfde muren waar je niet tegenaan mag zitten. Dat zou bijvoorbeeld niet kunnen. Rust! Een glazen deur in plaats van een. Kan ook een glazen deur, moet je wel voorzichtig zijn. Ja, daar zou ik niet tegenaan zitten. Op eigen risico, hè? 3, 2, 1, gaat hij weer. Squat stand lunches. Rondje nummer 4. Kijk, mega. Kijk, piep piep, halverwege. Netjes, ik wees een joen. Hop, even die beentjes trainen in het begin. We zijn die maar meteen weer goed warm. En rust. Dat deed je voor de rest van de rondes. Blij dat ik die gisteren niet gedaan heb. 3, 2, 1 en go! Gaat ie! En weer lekker zitten. Rondje nummer 5. Mooi, lekker blijven ademhalen. Krantje bij. Telegraaf op de schoot. Blijf wel rechtop zitten en niet stiekem gaan leunen met je handen op je benen. En rust. Super. Gaan we weer naar die squat stand lunges. Lekker in die squat staan, lekker laag blijven zitten. 3, 2 en let's go. Misschien dat de beentjes zo een beetje verzuren. Dat kan ook wel kloppen, want het is veel spanning die erop blijft staan. Dus dat is helemaal niet erg. Maar ja, tenslotte zijn we aan het trainen. Hoppa, hoppakee. Lekker combinatie oefeningetje. Nou, probeer voor je squat stand wel een beetje breed te blijven staan dan dat je normaal doet met je lunge. Rust! Als je een hele smalle squat gaat doen, wordt dat nogal lastig. 3, 2, en here we go, here we go, here we go. Laatste keer de wall sit. Laatste keer wall sit.
Even kijken wat we ook weer gingen doen. Halfway there. Halfway there. Oh, halfway there. Ah! Sorry. Gaan we. Klaar voor. In uno, duo, tre. En naast de squat stand lunches. Let's go, let's go, let's go. En daarna gaan we even heel snel gaan we uitleggen wat de volgende twee oefeningen weer worden. En dan gaan we snel weer door. Dat is de quizvraag. Wie zingt dat? Als je het nu niet weet, 10 burpees. Trainen telt niet. Allemaal 10 burpees. Ah oh nee, jij wist het wel, hè? Ja. En rust. Woe! Volgende oefening die we gaan doen wordt de dead bug push. Waarbij je licht op je rug, beentjes op de 90 graden uit, schouders omhoog, knieën en handen gaan een wedstrijdje duwen doen. Dus je duwt heel hard tegen je knieën en je trekt je knieën heel hard naar je toe. En daarna heb je rust. En de tweede oefening is de vier. Dus zitten met armen en benen tegelijkertijd. En die mag ook met één arm en één been. Yes? Nou, dan mag je weer gaan klaar liggen voor de dead bug push. Je zit nog op beeld. Prachtig. En go, 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 go. En je moet het bloed uit die vingers duwen. Zo hard moet je duwen. Witte knokkeltjes. Eigenlijk zou je deze helemaal niet zo hard kunnen duwen, 20 seconden lang. Maar toch doen we het. Dit is genieten. Kijk maar naar Jeroen. Je kan er inzoomen als je het op je telefoon doet misschien. Doe een shotje maken. En rust. Heb je, als we weer een keertje binnen mogen trainen, meteen chantage materiaal als er burpees op het programma staan. Ah, dat is dat chantage materiaal. En vierps. Maar dat is niet wel eens voor me. Dat is niet alleen van deze training. We hebben nog wel wat filmpjes op de Instagram staan. Waarmee je ons ook gewoon privé kan kunnen saboteren. Misschien wel heel veel. Ben even weg. Nog 5 seconden. Nog 5 seconden. 3, 2, 1. En rust. Mega. Boom. Gaan we naar die dead bug push. Lekker voor die buikspiertjes op. De zon schijnt. 3, 2, en dead bug push. Ik hoorde vandaag weer dat het rokjesdag was. Dus ook voor de mannen. Wij mogen dat ook gewoon. 2021. Kan gewoon. Dus we moeten een klein beetje aan die sixpack gaan werken. Hè? Aan die blokjesbuik. Omdat je een rokje aan moet. Ja, strak erop. Kijk, beter dan je kuitrek. Rust. Nee, helemaal anders. Dat is geen poging meer als je een grote dikke buik hebt met een hele strakke rok. Dan moet ik geen rok aan, nee. 3, 2 en 4. Ups. Mijn rok is toch tot hier. En die jurk is helemaal lang. Tegenwoordig heb je ook van die high waist. Alles is hoog. High waist rok. Ja, dat maakt het niet uit. High waist. Alles high waist. Ja, maar ja, zo lekker die buikspieren trainen. Sowieso is dat goed, hè, de buikspieren. Rust. Buikspieren trainen kent nooit geen kwaad. Zo hoor je ook voor modeadvies. CrossFit 074. Beep. Let's go. Kan ook op de crème kijken bij ons. Op de feed. Zullen we ook gaan TikTokken? Zullen we het niet doen? Put your head on my shoulder. Rust! Ah, je nog maar 3 rondjes. Hoeveel? Ja, 23. Ja? Ja. 3, 2, en let's go! V-ups. Zie je, hierna hebben we alweer bijna de laatste ronde gehad. Dan zitten we op de helft van de hele workout, mensen. Het time flies when you're having fun. Have it there. Lekker hoor. We have way there. Dat is toch Bon Jovi? Live, ja. Hey, rust. Ik hoef geen burpees te doen. Live in on a prayer. Take my time. Je hebt er 2,5 minuten over nagedacht. Dat is langer. Dead bug. Ja, maar dat maakt niet uit. Nee, natuurlijk. Dat is gewoon oké. Rome is ook niet in één dag gebouwd. Ja, op zolder en al dat halve toets af. Nee, dat deed ik de andere helft deed ik de dag daarna. Au. Kom, push. 3, 2, en rust. Gaan we naar de laatste dieps. Wie verzint deze? Gaat ie? Nee. Dit is de dead bug fetus. Fetushouding. 3, 2, en let's go. Vier ups. Ik weet niet, deze heb ik van Instagram gepakt. Ik denk dat Daan deze heeft verzonnen. Ja. Daniel heeft dit verzonnen. Ikzelf. Heb jij deze zelf verzonnen? Dat is niet verzonnen, maar wel
wel hier geïntroduceerd. Die wow. Deadbug push. Ja. Oh, 3, 2, en rust. Oké, gaan we weer door naar de volgende herhalingen. De volgende herhalingen worden, even kijken, worden push-up, soort van push-up dips. Wat je doet eigenlijk, push-up je gaat dips. Plat op de grond liggen. Met je borst op de grond en je duwt jezelf uit tot 90 graden. En daarna ga je weer terug. En dat doe je de hele tijd achter elkaar door. Nou, let er wel op dat je je core blijft aanspannen, zodat je bovenlichaam recht op en neer gaat. En niet dat je een soort van yoga stretchbeweging krijgt de hele tijd. Dus, dat is yoga. En dat is geen cross training wat we doen. Yes. En de tweede oefening zijn burpees. Wat? Burpees inderdaad. 6 seconden en dan mag je gaan beginnen. Zei die dat nou? En je mag natuurlijk ook de push-ups 3, 2 en let's go. Je mag de push-ups natuurlijk ook vanaf de knieën eventueel schalen. Dat is natuurlijk geen probleem. Doe hem zoals jij hem kan. Als je van plat op de grond naar 90 graden. Lekker voor die tricepjes. Even achter elkaar. Tik, 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 tik. Klein dipje heel de tijd. En rust. Burpees. Nou, hoe vaker je burpees doet, hoe leuker ze worden. 3, 2, 1. Burp. Kijk. Ik heb wel eens gehoord dat je 20 burpees in een minuut kan doen. Dus dan zou je er nu 7 kunnen doen. Jeroen heeft er al 9 nu. Ik zou willen. Reus, lekker hoor. Gaan we naar die push-up met dat kleine stukje maken. Lekker joh. Even. In ieder geval een voordeel is, dus je hebt een hoop dingen die je kan blijven liggen in de rust. Yes, start er maar. Net ook met die V-ups en die deadbugs kon je lekker tussendoor even een beetje uitrusten op de grond. Nu kan je nog een beetje lekker chillen tussendoor op de grond. Kijk, niks aan de hand. Ja, kijk eens, halfway there alweer. John gaat lekker vandaag. En rust. Super. Superb. Gaat ie? Ja, zeker. Gaat best. 3, 2, 1. Let's go. Burpees. Tweede keer burpees alweer, joh. Of tricky. Voor het weet, zijn we alweer klaar. We hebben weer een lekker workout in de pocket. En break, rust. Even kijken. Blijf allemaal, hè. 3, 2, en gaan weer. Yes, goed zo. Ja, goed. Goed die billen blijven aanspannen, goed die buik blijven aanspannen. Als je daar moeite mee hebt, probeer hem van de grond af te houden. Zodat je alleen met je borst op de grond ligt. Zodat je goed dat lichaam recht als een plankje op en neer beweegt. En rust. Lekker, hè? Heerlijk. Niks aan de hand. 3, 2, en burp. Here we go. Burpee time. The best time of the day. Nou, mocht je nou bijvoorbeeld in een appartementje wonen of in een flat en je hebt buren onder je die misschien niet gediend zijn van jouw gespring. Nog hoger springen. Dan moet je gewoon harder stampen zodat ze eraan wennen. Of je moet ze gewoon voor een keer uitnodigen. En rust, om lekker mee te trainen. Dat is natuurlijk een nog beter idee. Nog gezellig ook. 3, 2, 1. En laatste rondje dit. Uiteraard wel op 1,5 meter, hè, natuurlijk. Zolang dat nog moet. Tenzij je dit over 15 jaar terugziet in het archief. Misschien is het inmiddels al wel 3. 3 meter. Dan hebben we de Zuid-Friese variant. Zuid-Fries? Ja. Noord-Hollands dus. Rust, nee. Dat is sowieso wel slecht. Zuid-Friesland. Heel speciaal stukje. Heel speciaal. Heel, jullie zijn ook heel speciaal. Ja. En start maar. Laatste burpee, mensen. Kom op, kom op, kom op. Ik zou als de was daar. Niet te lang blijven stilstaan, hè, daar bovenin. Hop. Hey. En niet te lang blijven liggen. Kom op, kom op. Kan het. Niks aan de zaais. Ga best. Kom op, de was daar. Yep. En de zaais. En rust. Even spieken. Kijk, nee hoor, we hebben er nog één. Wat we gaan doen namelijk voor de volgende is weer een beetje beentjes ook. En een beetje armpjes en een beetje buik. We starten met de squat stand side steps. Dus je gaat in de squat staan. En dan ga je een beetje opzij stappen. Terwijl je in die squat blijft.
Nee, je mag ook rondjes draaien. Je mag van links naar rechts. Dat maakt in principe niet uit. Je mag ook, als je maar twee stappen kan doen, twee stapjes. Als je maar lekker aan het stappen bent. En niet bouwen. De tweede zijn mountain climbers. Waarbij je dus in de hoge plank gaat staan. En de knie naar de elleboog toe trekt. En niet te ver, want dan komt hij tegen je bakkes. Dat is niet best. Tenzij je zo'n mooie baard hebt als Jeroen en ik. Dat, ja, dat dempt wat. Moet wel lenig zijn, hoor. Je rug echt waar. Zijn jullie klaar voor? Zeker! Mooi! Niet te stoppen. Helemaal top. Gaan we starten met de squat stand. Side steps. 3, 2 en side step. En side step. En rust. Ik heb geen squat stand gedaan hoor. Maar. Het zag er wel leuk uit, denk ik. 3, 2 en mountain climbers! Klop op die berg! Let's go! Je moet binnen die 20 seconden moet je die Everest hebben beklommen, hè? Nou, dat zijn een hoop stappen. Dat zijn een hele hoop stappen. Rust! Kijk, lekker hoor. Perfect zo. Perfect. Squat stand. Oh, vol. En stappen, stappen, stappen. Morgen. Oh. Lekker laag blijven zitten. Lekker die borst, buik, billen, benen. Allemaal lekker op spanning houden. En rust. Klasse. Gaan we naar die mountain climber. Hoge plank, hè? Een hoge plank is een rechte plank. 3, 2, 1, let's go! Alsof je een plankje wilt kopen voor je kast. Die blijft ook recht, dus ga je ook niet zo'n kromme wokkel voor kopen. Ja. Zorg ervoor dat je dat nu met je eigen lichaam ook dus niet doet. Schouders recht boven je handen. Beetje naar voren leunen zelfs, voor je gevoel. 3, 2, 1, rust! Nog maar 4 rondjes en dan zijn we fertig! 24 seconden, waar zijn we over? 3, 2, 1, hit it. Kom op mensen. I'm rock right now. Ja, goed zo. Ja, een klein beetje zakken nog. Klein beetje. Ja, is goed zo. Dat is hem. Lekker bezig hoor. Wow, we have. Daar zit het in mijn hoofd. Piep. En je mag even rusten. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Nog 3, nog 2 en nog 1 keer. Let's go, mountain climber. Dat is niet nog 1 keer, we moeten nog alles 2 keer, maar nog 1 keer squat, 1 keer mountain climber. Maar we zijn er wel bijna. Laatste stukje. Kun je altijd even wat harder, hè? Kun je altijd nog even 1 tandje omhoog. Rust. Komt die laatste 2 rondjes mensen, de laatste squat stand side steps, dat zijn de mooiste. 3, 2 en let's go! Kijk maar, perfect. Lekker Jeroen, goed bezig hoor. Klasse. Hoppa. Halfway there. Dat is altijd fijn om te horen, dat betekent dat je langer bezig bent dan dat je nog moet. 3, 2 en rust. En dan gaan we zo naar die laatste 20 seconden mountain climbers. Dat zijn de snelste, de strakste en de mooiste. Hierna ben je toch klaar. 3, 2, 1, kop. En sprinten. Kop, kop, kop. Laatste stukje. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 40 mountain climbers in 20 seconden. Minimaal. Misschien wel 50 als je het haalt. 10 seconden nog. Kop, klein stukje. Nog een klein stukje. Oh, 5, 4, 3, 2, 1. Lekker door. We zijn klaar. Gaat ie? Goud. Helemaal goud. Helemaal top. Top. Hey, schud even los. Neem even een slokje water. Gaan we nog even heel kort een kleine stretch doen. Beetje cooling down. En dan... Hoppa. Lekker hoor. Kijk, slokje water erbij.
Top. Hey, dan mag je je voeten naast elkaar zetten. En dan mag je naar voren leunen en zo gaan uithangen. Gewoon lekker een beetje ontspanning in die beentjes, in die rug, in die armen. Dat is goed, dan krijg je wat stretch op de achterkant van het lichaam. Probeer je tenen te pakken. Als het nou niet lukt, probeer het dan nog. Probeer, hè. Probeer het niet echt vastpakken. Hoor. Maar probeer het wel. Yes. En dan mag je zo je zo hangt naar links draaien. Een beetje de linkerkant meepakt. En naar rechts. En mag je op je knieën gaan zitten, met je billen op je hakken. En dan mag je een beetje naar achter leunen, zo ver als dat gaat. Nou, merk je nou dat je heel erg last van je rug krijgt als je dit doet, omdat je daarin gaat hangen. Probeer dan een beetje je billen aan te spannen. Dat scheelt wel een beetje. Een beetje op die bovenbeentjes. 3, 2. En mag je gewoon op je billen weer normaal komen zitten. Tenminste op je hakken dan. En dan mag je even je linkerarm voorlangs houden. En je rechterarm. En mag je je rechterarm even op je rug, je rechterhand op je rug leggen en vastpakken. Dat je een beetje naar achteren trekt. En datzelfde trucje mag je ook met je linkerarm doen. Wat een verrassing, hè? En mag ik komen staan? Mag je alles losschudden? Beetje. Top. Hey mensen, we zijn er klaar voor vandaag. Goed gedaan, lekker getraind. Top dat jullie er waren. Of nog steeds zijn, want je staat nog steeds achter elkaar achter de tv. Mocht je nou denken, ik ben nog niet moe en voldaan, doe je hem gewoon nog een keer. Of je pakt een van de andere workouts die we hebben staan online. Je kan wel even nog een stretch workout doen die op Goedemorgen Westland staat. In ieder geval, hou ons in de gaten op social media. In het echt. En blijf gezond, eet gezond. En dan zien we je volgende keer weer terug, denk ik. Vragen? Nee? Top. Hey, fijne dag nog. En tot de volgende keer. Doei doei. Hoi.